Nou, je moet hem gewoon completen. Dat sowieso. Dat doen we met elk level. Destroy the wall by firing all 5 cannonballs at once in museum. Okay. Avoid all security lasers and find all eye symbols. Ik denk dat de security lasers dan... dat wordt een uitdaging. Why? Oeh, radio. Ja, but why? Is this openable? Een hide. Oké, we zijn nu hier. We moeten omhoog. Ik ben onderweg. Ik doe gewoon niet wat jij wil. Wat? Ja, kijk, hier is een tunnel. Is open. What did you find? Team dynamites. Dynamite. Yeah, and we need dynamite. See, you need to blast through this, I think. Yeah. Cannonballs of dynamite. Nope, yeah. Is it slot? There. Oh, je wil dit... Zit er blowable uit. Oh, daar is die fakkel voor. Fuck all. Oké, dus... Dood, hè? Ja, maar dat is niks. Dus... Oké. Die lamp? Nee. Is er nog iets? Ah, die schep dan. Met die schep moet je dat slotstuk maken. Ja, but how? Sleutel pas niet. It's a sturdy lock. Let's see, what's here? Nothingness. And I'm back. Tricky. Ik zou toch zeggen dat je die TNT ergens mee aan moet kunnen steken. Ja, misschien dat je die later nodig hebt, maar ik denk dat we nou zien moeten dat we door dat lock heen komen. Maar hoe? Oké. Wat staat er op de hints? We zijn nu hier, ja. We moeten omhoog. Verder niks nuttigs. Probeer jij nog met die schep of... Ik ben van alles aan het proberen met het takkenslot. Stenen. Geen idee. Hello. Green. Yeah. What's in here? Hey, hook. The fuck?
Waarom gebeurt niks? Nope. Je kunt gewoon om het hek heen. Ja, maar goed. Uiteindelijk moeten we het hek weer open krijgen. En als we iets van een... Er moet toch een manier zijn? Hè? Ik snap het niet. Radio. Probeer maar. Fuck it. Ik ben half het spel uitspelen aan de andere kant. Heb je al een oog gezien? Wat heb je? Heb je al een oog gezien? Ik mis er zelfs één. Hoe? Omdat ik een iPad op heb. Ah. Laat ik kunnen. Nee. Wat is? Help! Lukt me niet. Doe ben je met die beste. Dat soort shit lukt jou altijd. Het was een wonder dat ik aan de andere kant kwam. Dat klopt. Ja, dus. Damn. Tyfus. Oké, we moeten dat hek waarschijnlijk wel openmaken. Oké. Als je valt, dan kom je weer terug in die eerste kamer. Met die schep op de stenen slaan, dat er een vonk komt of zo. Dan gebeurt er helemaal niks. Die schep is ook fucking useless. Oeps. Want het dynamiet ook weer als je het eraf gooit. Ja. Oké. Hier verder nog iets in de cave. Dit is inderdaad een loze muur, zie ik. Hier achter in de cave. Zit hier wat onder? Het is gewoon irritant dat je niet het slot eraf kan krijgen.
Gep moet een mening hebben, anders liet ze hem niet staan. Wat mij opvalt is dat het naast het slot dat het daar blauw is. Ja. Yep. Ebbers. Hoe ging het nou dan? Geen idee. Maar je hebt slot gewoon gebroken nu? Ja. Oké. Okay. Bijzonder. Zo. Motherfuckers. Nee, blijkbaar moest je hem wel ergens tussen drukken aan de bovenkant wat jij had voor idee. Ja, precies. Maar hier ligt een haak. Oh, oké. Okay. Nee, daar was ik al, zeg maar. Ja. Met die haak moet je iets onder die brug vandaan vissen. Met die haak moest ik de brug naar beneden halen. Daardoor kwam die rails naar beneden. Kom je hier weer uit? Wauw. Zeg, kom ik hier weer uit? Andere kant van de brug. Nee, bij de wiel. Ja, ik wacht op je. Oké, doei. Zo doei.
Up, up and away. Oké, ik ben nu buiten het museum. We hebben nog geen hidden eye gevonden, hè? Hoe kom je daar dan weer? Nou, ik pakte dit beet en toen ging het omhoog. Alleen, ik denk dat ik het hier beet moet hebben. Zie, zo. Maar ik wou beneden kijken, maar ik denk, wat is dit? Dus ik ben weer terug beneden. Ik was op zoek niet. Oh. Dat was geen slingervlag, jammer. Nee, ik kan de lamp ook niet omver gooien. Zo statisch hier buiten. Oké, nou, ik denk dat die ogen binnen zitten. Maybe, kun je ook over het hek? Nou weet ik dus welke kant ik van die ladder vast moet pakken. Ik ben nog glas aan het snijden. Mm-hmm. Hier bovenop staat een huge-ass glassnijder. En rond. Ik heb hem al mooi zijn geheel laten vallen. Yeah. Oh, ik mag hem niet meenemen. Nee, you may not. But I will. Lighting. No, I don't need lighting. I put on the lighting in the binnen. Yes, also the traps. No, I put on the lights. Bij door het poortje? Ja, lijkt me de meest verstandige keuze. Oh, save point. Oh. Kun je deze stuk maken? Hidden eye. Oh. Dinosaur. Ah. Nou, dat moet er weer uitzien. Er was iets met deze. Stond erop. Wie was dat mee? Kermie. Kermie. Het was niet zo moeilijk. Het was gewoon van oud en nieuw. Daar moesten we wat mee. Die? Ja. Die poppetje, die stond in de cave. Oké. Okay. Kijk, die kant heb ik al klaar. Oké, okay, hier moeten we potjes verzamelen om de scales recht te zetten. Er staat precies bij hoe zwaar welke pot is. Op deze kant liggen 4, 5, 9 of 6. 6 of 4, 10 goudstaven. Dus ik moet, als je die erop legt en we pakken zo'n bolle, dan zou die recht moeten zijn. Dat ding mee werkt, zou het wel fijn wezen. Of ik moet gewoon de pot met twee handen tillen, het makkelijk.
ook wel dat we er zelf af moeten. Ja, maar. En dan moet ik zijn balans nog vinden. Dat gaat werken. Oké. Nou, die kan nog. Hierop liggen ook 10. Dus zo'n bolle is 5. We hebben hier alleen die vierkanten nog. Ja, maar doe die maar, want die is gelijk aan 5. En dan nog 7. Nee, 5. Dus 3. Heb ik niet meer? Ja, heb ik nou. Dit is 3, denk ik. Dit is die van 3. Die andere is er alweer afgevallen. Dan heb ik 2 van die bolletjes. Deze zijn elk 1. Don't throw mine off, you dickhead. No, throw it self off. No, it didn't. It did. By swinging, I wasn't in the vicinity at all. Offer. Damn it. Ik fix eerst die andere wel. Ja, maar die andere is klaar. Ja, maar die is niet meer groen. Die heb je gesloopt? Nee, die viel dat ding ook vanaf. Oké. Bijzonder, want die hing stil. Wat is er? Oh, ik dacht dat het even was. Jammer dat ik hem er niet op kan jieten. Ik heb deze kant klaar. Ja. Maar die niet. Ja, wacht maar. Oh, ja. Wel. Nog geen oog gezien, hè? A hidden eyes. Die deur gaat dan naar de andere open. Of wat? Gaat die open? Nee, ik snap het al. Hier is er een afgestuiterd.
Ja, we gaan helemaal nieuw beginnen. Godverdomme. Als jij erop blijft staan, dan kun je ze rechterop zetten. Ik heb de vorige ben ik gewoon letterlijk en figuurlijk achteruit gesprongen. I know. Ja, kan die? Ja. Laat maar gaan. Snel het ding doorrammen voordat hij weer stilstaat. Hidden Eyes. Rooster met een ventilator. Ah, secret tunnel. Eerst eens even kijken wat er nog meer is. Secret eye misschien. Nee, kistjes zullen wel mee moeten. Weet ik niet. Ik neem voor de zekerheid sowieso één mee. Damn it. Als dat past. Jeetjoeks, clubloik. Auw. Heb je ze? Ja. Secret eye. Geen idee. Oh, I found one. Ja, hoe ziet hij eruit? Nou, lijkt een ei. Ja, daar heb ik wat aan. Zie je hier. Waar is hier? Hier. Misschien daar. Hier, jonk. Ja. Ze vallen wel op als ze er zijn. Ik heb alleen niet helemaal aan. En de draaien. Ze kunnen weer naar boven met iets. Ja. Maar met wat dan? Is hier verder niet heel veel. Hier binnen misschien. Maar ik kutland niet mee. Je bent er bijna uit. Ja, ik ben eruit. Oef. Oh, kijk, nu staat de fontein aan. Oh, wauw. Ik heb hier de fontein. Ja, oh, dat krat is eruit. Ah,
chandelier. Oh, damn it. Jij vangt hem ook niet in één keer. Nope. Niks achter, zie ik. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. Ah. I found laser grid. Moet ik de lampen weer uitzetten dan? Nee, zal te zien. Dan kun je er ook omheen. Oh, see? I fucked up. Hello. Hello. Open the door, press the button. Start je weer dan? Aan het begin. Oh, wauw. Wat een lange trechter. Ik zit vast. Ja, kom ik aan. Yeah. Heb je dat voor elkaar gekregen? Hoe heb je dit gedaan? Ik heb geen idee. Ik kan maar één manier bedenken om dit te verhelpen. Au. En nou ging de deur dicht. Nou zit je hoofd vast. Niet alleen mijn hoofd. Ah, waar ben ik? Oh jee. Jee, vrijheid. Ja, ik heb je vrijgelaten. Ik denk dat is maar één oplossing. Dat is gewoon bij die knop drukken en dan erin rennen dat hij op rood gaat.
Doei. Why? Ik raak er niks aan. Je raakt er wel wat aan. Nee. Echt wel. Je hebt een knop drukken. Ik heb vals als ver op. Dank u. Wowzers. Hoe ga je dit verhelpen dan? 1, 2. Oh, hey. Oh, hier zit een valluik boven. Helemaal prima. Nou. Hi. Onvastbaar. Ja. Oké, maar de... Avoid all security lasers is nu niet echt meer een optie. Wee. Het eruit, ja. Deze geeft licht. Hier mag je nou direct niks meer mee. Oh, wacht. Geen idee wat ik daarmee moet. Daar is een deur. Zoals boven. Ik zou wat met die kamer moeten kunnen dan. Fire all 5 cannonballs at the same time. Put them all 5 in. Waar moet op schieten volgens die... At the wall. Welke muur, die met de targets misschien? Vermoed ik. Was voor de destroy the wall by firing all 5 cannonballs at once. Oké, nou. Steek jij de ding aan. Ik richt hem op de muur. Oké. That's one. Thank you.
hier kun je wel wat mee. Ja, dit was ook de voorhand liggend dat hier niks was. Zou je misschien... Hij van een ei. Nummer 2. Hier. Als het allemaal in dat soort passages zijn, dan vinden we ze wel. Ja, wel. Denk ik wel. Oeh, dit is dus boom. Wat is dit, Al? Hier hebben we dus de dynamiet voor nodig. Ja, hey, hier. Dan hier. Dat is een stukje dynamite. There's another plunger down here. Yeah. It won't go down. Another plunger. Plunger. Maar... Oké, nou. Hoe krijg je die nou aan? Boven staat die plunger. Ja. Daar zou je mee moeten dertien heten. Deze doet niks. Dan kan je het touwtje ook niet meenemen. Nee. Ja, hier, hij gaat gewoon af. Hier. I see. Hey. Oké. Blijkbaar wil dat gewoon. Oké. Dat ze ging niet mee. Avoid the laser bridge. Zou ik denken. Maybe. Als je dan een er niet voor springen. Hoe ver ga je dan? Ah, net niet ver genoeg. En nou sta ik eronder op een randje. Ik ga even vallen. Joei. Waar kom je dan weer uit? Oh, oké. Hallo. Wat moeten we dan doen? Ik denk dat we naar de overkant moeten. Ja, dus ik kan theoretisch gezien op die buitenste blijven staan. Ja. Want er komt geen beweging in dat ding. Volgens mij moet je eerst 4 dingen activeren en dan is het goed. Dus in principe... Nou, daar zit een searchlight. Daar kun je mee swingen. Oké, mijn... Oké, open de laser grid. Oké, kun je zien waar ik mij aan vasthoud?
kan hij überhaupt niet zien. Waar ben je? Oh, daar. officieel de stand? Niet echt. Oké, Skybox? Ik heb geen idee. Oké, maar ik heb dus nu één van de zoveel laser grids open. Ja. Yeah. En nou zijn ze omhoog gegaan. Dus ik moet zien dat ik nu op deze terechtkom. Kut. Oh. Maar dat ging heel goed. Wees blij dat jij überhaupt de overkant raakt. Godverdorie. Nou moeten we dus... kijk, nou moeten we dus nog zien dat we erop komen. Ja, maar dan, nou moeten we de eerstvolgende waar je overheen kan. En de, niet de grids raken dan. Waarom niet? Waarom niet? Omdat we de grids niet moeten raken. Dat is de achievement. Ja, maar die hebben we toch al geraakt. Kutzooi. We hadden de grids hadden we toch al geraakt. Maar hier heb ik nog niks geraakt. Ja, maar hier zijn ze ook niet groen. Security grid, dat is specifiek die groene bende, toch? Geen idee. Kutzooi. Jawel, maar ik baai elke keer weg. Dan vlieg ik weer naar beneden. Die wijze. Of dat ding draait onder mij vandoor, zeg maar. Dus dan is het gewoon, nou doei! En dan doet die fan doet niks. Nou, we moeten dus op 4 punten moeten we zo'n grid uitzetten. Ja, maar dat doet die fan doet niks. Dan kom ik dus niet aan de overkant. Gouden knopjes. Ik zal je een plezier doen. Hi. Hoi. Mij kun je hier gewoon ergens op volgen. Kutzooi. Duvel ik weer af. Nee, je kunt niet ergens omhoog. Je moet via die klote dingen. Nou, we hebben daar nog één boven. En hier. En hier, ja. Dus ik ga ervan uit dat als jij daar blijft staan en de vloer vastpakt, word je niet weggewaaid. Nou, ga nou omhoog. You're welcome. Dus nu ben ik op die grids aan de andere kant. Ik probeer om daar te komen. Ja. Oh, zo. Oké, ja, dat kan ook. 1, 2. Oh. Kut. Mis. Hoe zo'n lampie. Ja, miste hem.
Nou, dat is ook een optie. Ja, oké, doei. Ik zit klem. Als in echt klem. Ik val niet. escape en dan load checkpoint. Ja. Ik zat gewoon echt klem in de vloer. Geef. Hè? What the fuck? Wat? Nou zijn ze allemaal aan, maar ook weer niet. Ik geloof dat het spel het nu kwijt is. I think we broke it? Oh. Wauw. Godver. En de ventilator is bunt. Hij lanceert me niet meer. Nee, maar ik denk dat dat gestopt is op het moment dat die dat de vloer officieel dicht ging. Dus ik denk dat we nu gewoon via die platforms moeten zorgen dat we aan de andere kant komen. En ja, dat... Als we nou alle schakelaars weer omgooien dan. We kunnen eens even proberen, we kunnen er al doorheen lopen. Ja, we kunnen ze wel weer aanzetten. Je had in ieder geval al een stukje. Dan kunnen we gewoon, als het goed is, zetten we de vloer dan dicht. Ja, we gaan die dingen nu ook omhoog. Ja. Kijk maar. En die platformen niet, dus we komen niet op die bovenste. Wat, die platformen niet? Die dingen zijn omhoog gegaan. Ja, maar vriend, kijk eens, daarboven. Ja, dat weet ik, maar deze draaiende dingen zijn omhoog gegaan. Voor mij niet. Nou, bij mij wel. Nou moet ik alleen nog zien dat ik op het fucking midden kom. Oh. Jij klimt echt nergens op. Oh, ik zou wel degelijk ergens op. Dat is het scheelt weer. Hier. Ah, oh, kan Human Fall Flat niet delen. Het spel is fucking dichtgetimmerd. Hey, ik zie een hidden eye. Heb je hem ook gezien? Nee. Dan zit hij boven. Ja, ik wou dat ik platformen kon zien. Motherfuckers. Hij is bijna boven. Ja, uiteindelijk moeten we hem wel dichtmaken, de vloer. Want je moet met z'n tweeën dat ding wat in het midden staat tillen. Nou, dat kan nu toch? Nee, want je moet, de vloer moet dicht. Je kunt niet tillen en springen tegelijk, hè? En de vloer gaat pas dicht op het moment dat alle vier schakelaars geactiveerd zijn. Ja, maar vriendelijke vriend, die vloer die gaat hier omheen dicht. Die gaat niet op dit gedeelte waar we nu nee, staan. Nee, precies. Maar we moeten het waarschijnlijk mee hebben. Kutzooi. Oh ja, ik zie het al. Bij de schatkisten. Duvelijke godverdomme weer op. Scheiding. Ik krijg die laatste steeds niet te pakken, dus ik kom er niet op. Zit ik nu letterlijk te zweven, hè? Oh, gezellig. Waar
Yep. Kut. Draai je muis weer, duvel je er weer af. Geef nog weer één platform naar beneden dan. Ah, dat pakt. Ah, shit. Het is dat ik de platformen niet kan zien. Anders was je niet geïrriteerd. Nee, anders wist ik waar ik moest springen. Ja, dat is een feit. Kijk, als het goed is. Dat was de middelste. En die cursor beweegt zo hard dat je gewoon niet meer op kan klimmen. Klimmen, hond. Weer niet. Weer een tyfus hack. Ja, zeker. Doe. Nee, dit is gezellig. Ja, ja, maar. Nee, ja, ik hang op de kop, dus ik kom er niet meer op. Maar ik kom wel elke keer onder het hek door nu. Wacht even, nu komt het hek. Als je nou omhoog gaat, drukt het je eraf. Ja, oké, okay. Nou kun je omhoog. Ja, maar. Oh, wacht. Ik heb een idee, fuck it. Nee. Zo. Fuck it. Ik doe het al via deze kant. Ah, godver. Ik zie de platformen niet. Dus ik ga nu via een andere manier ga ik het proberen. Ja, ik snap dat dat vervelend is. Elke keer als ik eindelijk boven die bovenste ben, ik word of afgetiefd of ik word er afgedrukt door de tyfushek. Scheid geïrriteerd worden ervan. Nou, klimmen hond. Moet je eerst roken? Nou ja, ik ben nu bijna boven. Ja, ik ben boven. Yeah. Dan moet ik het alleen nog halen. Dan moet ik hier op dat kistje, denk ik. Dan kan ik via die lamp mezelf naar de andere kant joinken. Hè? Oké, vloer is closing als het goed is. Ja. Dingen zakken naar beneden. Dingen gaan naar beneden. Vloer draait dicht. En als het goed is komt er nog meer leuk naar beneden vallen. Zo. Oké, hij is nu wel dicht. Daarboven zit een hidden eye. Even voor jouw idee. Ja, ik ga het ook zien. Oké. Okay. En wat nu? Oh. De touwen gaan eromheen. Zie? Haken eraan. Hoe dan? Ik zie dit niet. Zo, ja. Vasthouden, denk ik. Missen we dus twee ogen. Ja, daaronder zit een buis. Zo'n buisje daar in valt. Dat is waarschijnlijk de uitgang, omdat we nou allebei weer weg zijn gevallen. Oh, let's try. Whoop-de-doo. Ja, zie. Ja. Dus we missen twee ogen. Twee ogen en die lasergrid. Nou, weet je wat ik vind? Helemaal prima.
Eigenlijk vind ik roken en dan ga ik liever even weer piraat zijn ofzo. Ja, is goed. En dan gaan we volgende week gewoon nog weer een poging doen. Dan hebben we volgende week in ieder geval de locaties van de ogen. Nee, voor een paar, ja. Maar dan gaan we nou gewoon even roken. Ja, boah. En dan kunnen we zometeen weer verder met Paragon 1. En jij had hem nu gestart op Steam. Op Steam, ja, precies. Ja, ja, tof. Wacht even, maar ik neem wel van. Wat? Nou, dan moet ik wel even al starten, joh. Patch, patch, patch. Hoe was mijn gebruikersnaam? Rechts staat ergens een vinkje en dan kun je hem laten onthouden. Ja, dat heb ik de vorige keer gedaan. Download complete. Eden is nu ook Pirate 101 aan het spelen. Ja, joh. Tof. Ik heb hem een eigen Steam aangemaakt, eigen user voor Windows. Ja. Oh, ik heb trouwens weer een nieuwe. Ik heet nu Angus. Ik heb precies hetzelfde gedaan als wat we allemaal hadden gedaan. Ik ben ook level 4, zoals het hoort. Ik kwam erachter dat je geen eerste naam en geen laatste naam hoeft in te vullen. Alleen de middelste naam. Dus ik heb mezelf Angus genoemd nu. Heel goed. En ik weet waar de market is. Ja, moment. Ik ben even mijn inloggegevens aan het ontfutselen uit mijn browser. Die wachtwoord manager. Ik op 101. Passwords. Oké. Oké. Fixed. That you have. Welke realm zit jij? Nog niks. Ik probeer in te loggen, maar hij zegt elke keer dat ik een verkeerde username. Als ik hem nou uitvolgen, welke dan ik had dan? Die, ja. Heb ik ingevuld. Remember username and password. Your account is locked. To unlock your account, please click here. Okay, login. Button. Robot. Ja. Mag ik nu weer inloggen dan? Ja, nou mag ik weer inloggen. Okay, play. Waar kan ik realm zien dan? Escape en dan het planeetje. Oh, ik moet eerst play doen. Ah, there you are. Krabby Klaus Hawkins. Ja. We're searching Skull Island. Ik sta naast je. Hallo, hallo Angus. Angus. En we hadden een heleboel van die quests geaccepteerd, toch? Yes. How can you be my friend? I am. Oh no, I gave you a star. Okay, let up, eh? What? Okay, als jij nu naar de friends gaat en op mijn naam klikt, dan kun je go to drukken. Ja. Yeah. Teleport je naar mij. Ja. Dat is wel handig. Als een van ons met pauze is en de ander zegt, oh, ik loop wel even heen. Dan kun je heel snel, ja precies, dan kun je heel snel eventjes, als je tussendoor even snel het toilet moet ofzo. Ja. Nou, go to Skull Island. Nou, wacht even. Q. Dan kunnen we de quest zien. Dit is Skull Island's Bad Company. Skull Island Skyway.
Skull Island Skyway. Hoeveel quests heb jij? Kan je dat misschien? Ik 6. Q? Hm? Q? Nee, ik heb een 6. Ik heb hier The Bad Company, Manchu's Royal Jelly Jam, Tina Bledger, Silly Pet Tricks, A Flask of Pure Gold en een Quest Finder. Dus ik heb er 5. Tina Bledger? Die heb ik niet. Ik heb Bad Company, Manchu's Skyway, Chitannery. Manchu's Skyway, Chitannery, die heb ik niet. Oké, dus dan moet je eerst naar de Skull Island. Ja, maar dat is die Manchu. Ja, maar... Oké, Skull Island. En ik heb Silly Patricks. Dan ben ik naar de verkeerde gegaan. En Team Up Ledger. Maar die staat boven, oké. Nee, als ik hier ga kijken, heb ik nu... Op de eerste pagina Bad Company, Team Up Ledger, Silly Patricks en Manchu's Royal Jelly Jam. Ja, die hier. Volgens mij bij die Reginald. Nee, hier heb ik hier hebben we nog één. Ja, Manchu's jij had een Mysterious Relic. Jij had een Mysterious Relic. Nee, die heb ik niet. Oké, maar hier had ik ook die Jelly Jam weg. Dan heb ik dus een andere quest gekregen van hem. Dat kan. Even kijken hoor, jij hebt Bad Company, Manchu's dinges, dan Silly Patricks. Team of Ledger. Heb ik ook. Oké, en op de volgende pagina heb ik een Flask of Pure Gold. Ja. En dan is er nog eentje bij Old Nate. Old Nate. Ja, find quest finder. Oh, ik. Doe eens rechtsbovenin. Kun je als het goede share this quest with the... Ja, nee, ik heb hem nog niet. In de Asian Tunnels van Skull Island, daar zit Nate, Old Nate. En Old Nate heeft Up for the Crabs. En die ja. Nu snap ik hem. Die moet je eerst nog opzoeken. Even kijken hoor. Witch Doctor Sanctum. Ik weet wel, die Silly Patricks krijg je geloof ik een pet van. Vast. Als je rechtermuis doet, dan kun je heen en weer kijken. Ja. En als je dan linkermuisknop erbij inhoudt, kun je lopen. Wel, heel erg irritant. Dan verbruik ik gewoon WSAD. Ja, snap ik. Goed, het is zo'n optie. Maar waar zijn de agent tunnels? Die kan op. Nou, schijnbaar heb ik die gast nu geactiveerd. Start up for crabs in agent tunnels. Hier zou dan, huh? Oh. Hoe deed je ook alweer? Q toch? Nee, hoe deed je ook alweer openen? X. Nou, we missen er één. Ancient tunnels. Area tunnels. Zo missen we er één. Oh, hier, er komt iemand aan. Zo. Hup. Waar bij die ancient tunnels dan? In die deur? Ja. Oh. Oké. Okay. En nou hier moet... Ah kijk, daar is al... Old Nate. Dat ging eerst roken. Ja, maar ik wil die quest gewoon even accepteren van die haast. Dan. Questfinder heeft nu niks meer voor mij. Nee. Als het goed is heb ik een 7. Ik ook. Oké. Okay. Je hebt 2 keer een Mushu's, Flask of Pure Gold, Up for Crabs, Bad Company, Silly Patricks en Team Up Ledger. Ja. Ik denk dat we straks gewoon Bad Company moeten doen. Moet je lullen met Molokai. Maar goed, dat zien we straks wel even. Eerst even roken. Ja. You're off.
Okay. Menu chat, PvP, 1v1 me bitch. Nou ja, tot zo. Ik heb een vrouw die kotsmisselijk is. Oh, fijn. Hey, ik heb eerst die Up for Crabs geselecteerd. Helemaal prima toch? Want die is maar 140 meter. Kijk hoor, Up for Crabs. Ja, defeat Crab Crawly and collect diamonds in the ancient tunnels. Zoek naar schatkistjes. Goed rondkijken, want er kunnen ook schatkistjes tussen zitten. Hallo. Ik moet hier die crawlies doodmaken. Ik ben al in battle. Kom maar aan. Ik ben even aan het ontvoeren. Waarom kan ik hier niet af? Cool. Kom maar aan. Hi. Hoi, hoi, Captain. Ja. Ja, mooi. Ja, ik heb er al een aantal aangevallen bovenin. Yes, ready? Ja. Wat is dit nou weer? Even kijken wat mijn nieuwe skill doet. Oh, die doet 2 hits. Oké. Kom jij nou weer naar dat pelikaan? Ja, geen idee. Ja, dan is een haai. Oh ja, dat klopt. Heel goed. Die haai heb ik van mijn voodoo klaas gekregen. Oké. Okay. Ik denk dat ik die pelikaan ergens weg heb bij mijn klaas trainer waarschijnlijk. Hoe deze dingen doen op damage. Oh, je los hier raken. Yup. Dat was 2 out of 5. Yes. Warrior. Nou, dat ging goed. Komt die krap vandaan? Geen idee. Respawn. Dat is een respawner. Dat is niet zo moeilijk, gewoon iedereen op die ene lul. Of 10. Ja, we gaan die rat aanvallen. Mag niet. Mag niet. Nee, ik moet even wachten. Oh, ik zit alweer in battle. Geef een seconde bij. Ik kan er 4 raken. Ja, die van mij staan te ver weg, dus ik kan alleen maar die voorste raken. Wachten we nog op dan? Mijn haai.
heel fijn. Ja, nice. Het shield of zo. Nee, wisdom gaat omhoog. Lekker een counter doen allemaal. Oeh, dat is niet zo goed voor Bakoe. Iedereen houdt van Bakoe. Ja, hij heet Kobe. Kobe Kyle. Enig scheelt de tyfus dingen allemaal nou wel om ons heen staan. Valt die maar aan. Oh, mijn koe is dood. Respawnen die? Ik heb geen idee. Volgens mij hier is er weer. Ze gaan gewoon deze fight weg. Het is eigenlijk, ik wou zeggen, het zag er heel zielig uit dat het mij ook een beetje afging. Ik doe een mega hit als payback. Even kut voor hem. You killed Kobe. Ja, ik krijg een setups. Oké, die. 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 Ja, will do. Precies. Hoeft geen gokje te doen, zeg maar. Zo dood. Er zit nog maar 1 achter volgens mij. Nee. Alleen maar die ene met 1 HP. Nou, wow. Motherfucker. Ah, nice. De counter, maak die mas nog af. Eerst maar eens even aan de zijkant staan hier ofzo. Kijk of we weer een beetje hier. Waar staat die gast ook alweer? Oh, daar. Ja, mijn koe is nog aan het healen. Wat nou?
Ahoy! Ah. Already, Captain. At your command. Okay. Oh, fuck. Kom maar aan. Zo. On it. On my way. Nou, ik pak die vier hieronder in de hoek wel. Of die, ja, vier stuks. Ja, en ik zet de rest wel zo neer dat het dichterbij komt. Waar is mijn haai nou hier dan? Waarom heb jij drie campagnes en ik kan mijn haai niet deze keer? Dat weet ik ook niet. Fuck. Wat is het met die muntjes ook alweer? Goeie aanval, mooie. Hij slaat twee keer en doet als counter een epic. Oké, okay. Heel goed. Oké. Okay. Oh, die staat voor jouw attack wel mooi. Oké. Okay. Ja. Bring it on. Ik pak die twee voorste. Voor mij. Nee, ik zag het. Ik wou namelijk zo'n heal dingetje pakken en toen ging ik in gevecht. Die is wel dood. Oeh, had ik mazzel. Had ik gewoon mazzel. On my way. Dat was makkelijk. Ja, bing 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 bing. Hey, ik wou zo'n health vliegje pakken, maar toen ging die in battle. Hierachter staat nog een die jij ook even moet aanklikken. Nice. Nou, laten we even terug. Ja, ik heb nu nog 4 health. Laten we even teruggaan naar die vent hierachter. Ja, gaan we doen. Oh, bijna de gat in. Buiten waren wel health dingen. Ja, hier binnen ook wel, maar die kon ik niet pakken. Ik kijk straks wel even. Ja, even naar buiten toe. Mm-hmm. Oh, volgens mij is de quest ook klaar, of niet? De quest is klaar, ja, ja, daarom moesten we ook naar Allmate. Well, see now. Kijk, en nou heeft hij weer een nieuwe. Just betwixt us, pirate. Teach him a lesson. Well done. You've gotten some nautical experience. Maar ik heb nu een andere geactiveerd. Bad Company. En dan moeten we naar de Buccaneer Den. Better ships and ship equipment.
Ik hoop dat ik hier ergens zo'n health ding tegenkom. Jawel, dat is al één. Jo. Hier ook. Oh, moet ik hierheen. Ze zweven ook overal wel in de stad, ja. Ja, ja, in de stad vind ik het niet zo erg. Oh, trouwens. De marketplace zit hier. Dat is deze. Dat is deze. Heb je gezien waar ik in ging? Ja, ja. Wat een bazaar, merchant, flag officer. Hier nog niks. Ja, die bazaar merchant moet je hebben. Die verkoopt shit. Kun je daar ook shit verkopen? Yes. Je kunt daar wel shit verkopen op de bazaar zelf. Mm-hmm. Als je gewoon van random troep af moet. Je kunt gewoon cellen. Ja. Dat zag ik al. Op een dag dat je het ook gewoon van de losse 9 van de 10 keer haal je wat je hier koopt al binnen tijdens het spelen. Ja. We eerst even helftvliegjes hebben. Oh, ik moet naar het Witch Doctor Sanctum. Voor? Ik moet met Fadima praten. Nou, ik deed Bad Company en daarvoor moet ik naar de Buccaneers Den. Ja. Anders hier. Okay. Ik ben nog geen level 5. Training menu shows the talents and powers this trainer offers. Talents provide passive benefits. Don't forget to visit other class trainers to see what they can teach you. Ja, schijnbaar. Nou moet ik naar Skinny Pete in Kraken Skull Tavern. Ja, ik ook. Ik ga eens even kijken bij die andere class trainers. De kant doe ik later wel even. Practice points. Oh. He found a seamstress. That's it. She can stitch her gear. Practice points. Another item slow. Blijkbaar verdienen. Oké. Ik ga eens even kijken bij de Buccaneers Den of hier wat kan leren. Look at Barnabas in the tavern cellar. Training Tome Fender. Companion Training Tome grants 1.4. Het kopen. Je bent naar Skinny Pete toe? Ja, ik sta daar nu binnen. Maar hier zit een Training Tome Fender. Dat is om je dingen te trainen. Companions. Je bent naar die Skinny Pete. Mm-hmm. Ja, ik kocht een dinges en moet nou de cellar in, schijnbaar. No, you listen. I am the leader. Ha! Get him, boys, and take that will. I've got the will. The treasure's mine, you lovers. Finish him off, lads. I'll meet you at the hideout. Robbeard stole the will. He's good to get away. Ja, beneden moet je vechten. Individuele battle? Ik denk het wel. Okay. Ratbird.
zijn niet heel sterk of zo. Okay. Is that all? Aye, aye, Captain. See the thing? Hmm? See the thing? Hey, hey, Momo. I don't know you, pirate. Ik heb een Barnabas slot. Oké. Jason Ratbeard? He come barreling through here like a greyhound with his tail on fire. Ja, nou moet ik kijken wat ze zeggen. Ja, nou moet ik naar de docks, want ik moet Redbeard vangen, precies. Oh, ik heb nou een first ship. Ik ook. Take the bottle in and you'll be underway. Mm-hmm. We pirates keep our ships in little magic bottles. Easier to keep track of them now. Launch your boat in Skull Island Skyway. The ship button as the top of the screen. Choose unbottle ship, then click the name of the ship you wish to unbottle. If you unbottle the name of the ship, so you can unbottle it. Ja, ik ben al aan het vliegen. When your ship enters a wind lane, it will follow the lane automatically. No steering required. Wind lanes also offer safe passage. Ships and sky beasties won't attack your ship if you're in one. Ik weet niet welke doe jij nu dan? Ik moet find beach and blot shoals. Your destination. Hit X to land your ship at the dock. Ik ben nou gedokt. Hoe kom je hier weer af, joh? Ik stel liefje. Oh, sorry. Nou zit ik in mijn schip. Dat heb ik ook niet. Hoe kom ik er weer af? Oh, zo. Dat is best wel een ankertje. Hier is ook allemaal quests, ja. I've carried my father's egg, so when a barracuda carried it off in its jaws, I panicked and fled the scene. There's no talks. Beg you, pirate. Find Surly John over on Skull Island and get your locket back. Take it to Nancy and tell her. Judging by all the footprints, it looks like a crowd walked into that cave there. Seems many walked in, none walked out. Be ready for trouble. So ik wacht in de cave wel even, want ik moet nou look for clues in Traitor's Cave doen. Welke
doe jij nu dan? Ik ben nu bezig met That Dirty Rat. Alleen dan moet je op een gegeven moment de cave in en daar zitten allerlei shitty dingen, dus daarom wacht ik even op je. Oh, nou is die kabba, joh. Ja, daarom kunnen we hier... Oh, wacht. Wat is dit dan? Buurtje. Hier zit wat in het zand. Zullen we straks wel wat mee moeten doen? Nee, ik ben geen klote mee. Hier is een chest. Yay. Wat zo? Ja. Daar achter die rots. Hier achter de rots zit een chest. Nee hoor, die heb jij geopend. Oh. Kan je hier. Nou, ik was hierboven en toen zag ik die Lasco. Dan moet ik level 5. Okay. When you grow stronger, come to me at once. There is something I would teach you. Our spirits are true. Of all the chains, many there. He's a good lad. Young Jack, I can't help you stop Red Beard till I know. There's a heleboel quests here. All right, go down there and lie in wait. And maybe you can ring the plan out of. There's a debt with the passport. Zadok's been stuck in that cave all this time. The guilt. The rings in the old sea chest in the caves above us. Go up the ladder. Here's the key. I wonder if there really is a city of gold up there. Let's open that door and find out. Okay. So far so good. Let's get going and be ready for trouble. We have found the Zadok. Now, we shall hear more of this lost city. Who the blazes are you? Moment hoor, ik moet echt opnieuw inloggen. Oh, waarom? Op een of andere manier kreeg ik een prompt. Moment, ik weet niet waar ik uitkom. Ik kan het verhaal niet volgen als ik alles gewoon klik moet doen. Dan weet ik niet wat ik moet doen. Nou, uiteindelijk volg ik gewoon mijn pijltje. Ik zit nu in een of andere dode cave waar niks is. Ik ga nu weer terug, want de opdracht is locate Cutthroat in Cutthroat Cave. Ja, Cutthroat Cave mag ik dus niet in. Waar is dat? Kom eraan. Nee, er zat een gat in het water, zeg maar. Oké, ja, hier zit nog een gast, daar moet je met praten. En dan zit hier nog een donkere gang, daar kun je ook in. Oh, kijk. En hier moet je een key opspelen of zo. Dino Lizards. Nee, met de joint. Dat voor een gorilla dan. Dat is mijn slot. Mijn luiaard. Die heb ik net onder in die kelder gekregen. Ik heb een vogel bij hier. Toch. Maar ik kwam er dus ook achter de shipwreck en dat soort shit. Wat je kiest zorgt ervoor dat je een extra pet krijgt. Ja. Al heb ik weet je wat ik dan moet doen. Maar dat had dus effect op wat voor dingen ik kreeg. Oh, deze. Die. Wat kun jij? Oh, je hebt weer een kikker opgeroepen. Ja,
Ja, je krijgt ze wel weer. Check this shit. Nee. Hij bewoog, dus hij verbrand. Dood. Dat was steeds niet waarom je drie companions kan hebben en ik maar twee. Ja, weet ik ook niet. Als jij bij je companions kijkt, kun je dan ook een of ander donder, een slagje of zo zien? Dat zal misschien betekenen dat ze active zijn, zoiets. Ja, dat zal kunnen, ik ga straks voor je kijken. Die was gewoon haast oneerlijk. Toch vol in het gezicht. Ja, ik ga flee doen hoor. Ja, ik zit ook niet in de battle nu. Nee, weet ik. Oké, companions. Nu heb ik 1, 2, 3 companions active met een donderding. Moment, ik moet nou weer terug dat... Het kostte me direct al mijn leven dat ik flee deed. Sta ik weer boven. Net alleen in battle was toen wel het wel. En jij staat weer boven, ik ga wel naar boven. Ja, mijn spel is gekapt. Dus ik ben ook opnieuw aan het start.
Ahoy there, pirate! I need to tell you about an exciting addition to player versus player combat. Come see me straight away! Ahoy, pirate! Come see me in Avery's court. I've word that someone's looking for ye. Ben je bij die geest dingen? Nee, ik ben bij die oude vent. Nou, dan ben jij één verder als ik. En ik moet nou elke keer terug naar die Cutthroat Cave, zegt hij. Locate Cutthroat and Cutthroat Cave, zegt hij uiteraard. Dan kom even naar jou toe. Ja, ik ben nog bij The Pirate That Time Forgot. Ja, er is daar een vraagtekentje bij mij, bij Sadok. Daar moesten we terug heen. Even kijken hoor, maar The Pirate That Time Forgot, die doe jij nu hè? Ja. Get inside elevator basket. Geen fight dan. Jezus. As you meet enemies, look at the color of their names. That'll tell you how tough they are. Gray names mean they're pushovers. Green names are tough, but still easy to beat. Yellow wolves are as strong as you. Ja, maar waarschijnlijk moest ik dan nog één activeren of zo. Dat je maar een maximaal aantal companions in een battle mag hebben. Ja, nou, dat kan. En jij bent de leader in dit geval, dus krijg je nee, die. Ik ben de initiator. Ja, dat bedoelde ik met. Nice. Oh. Oh, film het mee. Ziet er veel spannender uit dan dat het daadwerkelijk was. En nou ben ik één kwijt. Nou, mooi niet. Die gaat die maar aanvallen. Mortal Kombat, finish him!
Komt er een attack, jongen, voor eens een heel klein beetje health. Oh ja, ik ben onderweg. Ik zit 100 knoppen te drukken. Hey. Find Plaza of Portal Xol Akmu. Ja. Ah, kut. Help. Ahmed, waarom je vechten? De gast die shout ineens voor me langs. Waarom jij vechten, Ahmed? Oh, niet. Oké. Zullen we doen die. En. Ja? Maar dat scheelt een hoop. Ik vind het trouwens ook achter dat je kunt EFK hier. Is het zo? Ja, gewoon stil blijven staan. Ik krijg wel experience, maar niet boxes aan mij. Oké. Mooi hard zo. Witch Doctor bevalt me wel. Ik moet gewoon niet steeds niet vergeten om die special attacks in te schieten. I know. Ik vind dat wel weer jammer. Dat zal wel weer wat voor zijn. Oeh, je dacht hem. Oh, bijna in zijn kloot te trappen en dan met een zwaarder. Nou ja, precies. Dit was. Dit was Muddy Castration. Oké, nou, is alles dood. Ja, weer goed gedaan. Nee, ik denk dat die portal, dat is dat hokje. Maar weinig kleding op het moment. Wat op. Nee. Ja, we moeten door die poort. Ga jij maar eerst, jij bent degene die altijd in gevecht raakt. Oké. What is this? The smooth Amakdor. Why have you come, fearless one? Speak! You have done us a great deal, this one. But the evil spell was too great. Oké, okay, dan moeten we Siep, Chuck, Finskull en collect Aichan Talisman 3 keer. Het Sipchak die zit boven. Ik wacht wel even tot je hier bent voordat ik lekker die.
Nee? Oh. Ik denk dat dit cheap jacks zijn. Chan King. En hier is eens aanvallen. Even kijken wat er hier aan overhouden. Wat kan er nog niet bij? Wat? Zo. Deze grote map. Is hele grote afstand overhaald. Nou, dan maar gewoon goed opstellen. In mijn geval. Wat is het met die ene dan? Hele grote blij. Chip Chuck Finskull. Daarom gaat hij niet. Oh, daar. Dat is toen licht wat. Ja, nee, maar die achterste. Die Chuckpool die je nu aanvalt, dat is een Chip Chuck Finskull. Wat wie? Die moesten we aanvallen. Daar moeten we een model eens van hebben. Ik weet niet waar je het over hebt. Dat is ook een Chip Chuck. Ja. Die ook. Nee, dat zijn volgens mij allemaal Chip Chuck Finskulls. Lijkt er wel op. Wauw, 15 damage. Nou, grote jongen. Ik zou het maar moeten voice acten. Hebben ze Michael Jackson voor gevraagd? Wauw! Ja, wat lekker. Wat een oude geide kerk. Muffig oude geitentek. 31 damage. Boah. En payback. Je zit nog even in de brand voordat hij aan kan vallen. Oeh, dat is wel heftig. Nee, maar wel twee keer dan, zeg maar. Dus uiteindelijk hebben ze dan wel iets van 46 damage gedaan of zo. Oké. We gaan die maar aanvallen. Doe maar die en doe jij ook maar die. Well, the nice lizards, I mean.
Luck. Come on. You have done well, Scaleless One, but I fear your efforts may not be the counterspell. Your crew can be stronger. Train your companions, why don't you? Press U to get started. No, I kept companion points, even kijken. Viel het op. Wat sta je nou weer te doen? Huh? Oh nee, ik had er hier P. Shit verkopen. Oh. Eens even kijken wat betere shit is die ik al had. Hoi. Hoi. Plus 3, plus... Ja, we gaan zo even roken, JP. Ja, dan hou ik er ook mee op, denk ik. Ja? Ja, morgen gaat mijn werk er ook weer vroeg, hè. Ja. Nee, dat is ook zo. Ik krijg nu nog niet zo heel veel nieuw shit, zeg maar. Oh ja, dan kan ik ook die gasten dingen verkopen natuurlijk. Nee, maakt niet uit. Er is uiteindelijk 25 al verdiend. Ik kan mij nog niks nieuws verkopen ook. Nee, ook niet, maar het is wel fijn om mijn shit even weer te sorten. Ja. Nou, anders even kijken, we hebben een boot natuurlijk. Ja, zie je wel. Dan kan ik allerlei troep op die boot plakken. Nou, eerst even teruggaan naar die andere, zeg maar. Ja, want dan zit die... Ja, maar dan moeten we dus... Jezus, Silly Patricks. Volgens mij krijg je daar gewoon een... Ik krijg gewoon een pet van. Ja, nou, maar dan selecteren we die toch. Dan gaan we eerst terug naar Skull Island.
wacht even. Mark this spot. Hoe doe je dan? Of zo, ja. En dan back to go to Skull Island. Mm-hmm. Dan kunnen we hoeven in ieder geval de volgende keer kunnen gewoon die quest daar weer oppikken. Ja. Nice. En dan wil ik deze opnemen. Ja, zie je wel, die is hier 121 meter vanaf. Ja. Heb je nou een zonnebril? Ja. Maar ik ga eerst even met mijn Klaas-dinges praten, want ik ben weer geleveld. Ja, ik weet niet meer waar die van mij is. Hé, hey, heb jij bij die regionaal ook een vraagteken? Ja, een donker vraagteken. Oh, ik niet. Dit was die van jou beloofd, de pakken hier. En die Jelly Jam, die is opgelost voor mij. Good luck, Captain, and good hunting. Buccaneers. Supervillain, what for? Don't worry, we're recruiting more pirates to fight him if you fail. Die of die tegenover. Ja, volgens mij deze. Even kijken naar het logootje. Ja, deze waar ik sta. Als het goed is kunnen we weer nieuwe skills leren. Ik heb ook een ding bij hem, zeg maar, de next lesson. Good. It is time for a new lesson. Prepare yourself. Train. Level 7 krijg ik weer wat van. Ja, ik moet even goed kijken nu wat ik nu doe. Heavy armor talent, denk ik maar. Ja, dat mag wel niet. Oh, oké. Okay. Je kunt gewoon doortrainen op datgene wat je kunt. Oké. Okay. Er zijn echt vet veel quests in de questfinder. Maar goed, we gaan gewoon Silly Patrick's de volgende keer doen. Nog een winkel. Winkel? Waarvoor? Een shop, zeg maar. Kijk hoor, Silly. Pet Skillies. Pet shop. Nou, ik ben nu gewoon even aan het kijken of ik hier nog iets kan kopen wat beter is dan van mij, zeg maar. Heeft nu nog niet zoveel nut. Ik verkoop ook low level shit. Nou. Ach ja. Kijk hoor, usable. Dan goed. Bijvoorbeeld. Hoe vult jij dat zo? Linksbovenin, linksbovenin waar alle itemnamen staan, staat usable. Mm-hmm. En dan aan de rechterkant heb je zeg maar quantity, level requirements. Mm-hmm. En de hoed heb ik gewoon linksbovenin gezocht. Klik je gewoon op hoed, usable. Ja, precies. Ja. Om level. Even kijken. Dat is volgens mij niet. Nee, ik moet mijn eigen shit even opvroeken. X. Usable. Weapon. Sort by level.
goed. Ik heb het idee dat Shaman Only voor mij het beste is. Ja. Of 2 strength, of 1 weapon power, of 2 agility. Ja. Yeah. Maar ze hebben allemaal 5 will bijvoorbeeld. Maar goed, dan gaan we eerst afronden, toch? Jaar. Volgende week weer, maar dan woensdag. Ik vind het goed. Komt helemaal goed. Oké, we stoppen de stream, even kijken.